see signs of summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Well, I've been traveling, nothing so true. Life is a holiday, summer is where I travel to. I've been to Hollywood, Sunset Boulevard. Girls walking mini shorts, gotta be a movie star. Everybody sees the signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Everybody sees the signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Santa Monica, the Bel Air Hotel, or maybe Ojai in the mountains. Bozos are very well. Way out Caribbean, Jamaica in the sun, dancing reggae music, dance the whole life long. Zomersalade met verse, à la minuut gerookte kipfilets. Een prachtige zomersalade van verschillende soorten sla. Nederlandse kropsla, Romeinse sla, die je ook voor siezen gebruikt, veldsla en lof, rauwe lof. Even allemaal in zijn geheel wassen, maar wel heel laten. Nou, de kipfiletjes, die kun je natuurlijk gerookt kopen, maar je kan ze zelf ook gaan roken. En dat is best leuk om te doen in een wokpan of een speciale rookpan. Daar strooi je wat zaagsel in, die is al behoorlijk heet natuurlijk, die pan. Dat gaat vanzelf al smeulen. Jeneverbessen erbij voor de aangename smaak. En vervolgens uiteraard de kipfiletjes erop. Een soort roostertje, dat is ook apart te kopen. Je kan ook zelf wat bedenken. Wel even goed opletten dat het behoorlijk doorrookt. Want het blijft natuurlijk kip en het moet wel gaar roken. Deksel erop, anders wordt het erg hoesten op den duur. De andere ingrediënten zijn clotted cream, een hele dikke room, Engelse room, sinaasappel, worstensaus, zout uiteraard en shallotjes, appel en tomaat. En dan zijn we er wel zo'n beetje voor de alle ingrediënten van onze overheerlijke zomersalade. Ja, zo zie ik, krijg ik wel een ontzettend zomersgevoel, hè? Ja. Ja. En een e-mailtje gehad. Ik, ja? Dat ik jou slecht verzorg. Dus eerst een doek, nu. Hartstikke mooi, man. Hartstikke mooi. En ook de stek ligt al klaar. Dus ja, oké. Nou. We kunnen beginnen. Voilà. Voilà. Die kippenborsten, hè, die zijn nou top. Kijk, kippenborsten zijn gerookt. Ja, kijk eens hoe mooi. Dat mag eraf. Oh. Heel licht gerookt, lekker smaakje. Het is niet van plastic, hè? Nee, want het lijkt zo droog. Maar, ja, nee. Sorry. Dat is niet droog. Doet me altijd aan, nee, kijk. Doet me altijd aan die film van Louis de Funès denken. Met die fabriek toen, waar al die kipfiletjes zo kant en klaar. Weet je nog, die kip. Ja, maar dit is wel lamour. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zeg, dus, maar de sla, moet dat dan niet... Want ik dacht, ik kan weer wat doen vandaag. Dat dat getost moet worden. Wat je wel eens hebt, dan komt er zo iemand naast je tafel staan, die gaat dan tossen. En dat kan dat is een hele echte salade. Alles erin en een bak en mee. Ja, dat is een hele echte. Dus wat wij maken is niet helemaal echt, of wel? Wat wij maken is een super echte, want wij maken een salade op als een sprookje. Dat het helemaal bewust neergelegd is en heel lekker eet. En er gaat rauwe lof in, hè? En, ja, maar nou... Dat maakte mijn moeder altijd zo lekker, rauwe lof. Ik vind wel, ja, maar dat deze dan aanmaken, hè, met mayonaise en zo. En een beetje mosterd. Nou, ik neem aan dat er een sinaasappel in gaat, want die doe je niet voor niks. Nou, ik wil er wel eens even zien hoe je dat doet. Wat dan? We haalt het wit van en de schil hier vanaf. En dan heb je hier die partjes en dan moet je dat uitvliezen. Nou, dat... Uitvliezen. Ja, dus je pakt hem in je handen. Ja, dat snap ik. Ho, dat gaat niet goed. Niet. Want dan zit je al in je duim. Nee. Hier, dit is de onderkant en hier is de helft. Dus tussen de partjes door. Ja?
Tussen het wit. Het is scherp, hè? Ik vind die duim zo... Ja, niet op die duim letten nou. Nou, hier. Is, ja, keurig. Keurig. Dat is bij een grapefruit. Heb je daarvoor een zo'n grapefruitlepeltje? Zo'n mesje. Ja, zo'n mesje. Nou, dit wordt uitgevliest. Hè? Ja. Dat is, gaat allemaal prima zo. En dan uiteindelijk heb je dit. Hè? Ja, maar we willen het nog eentje zien. Nog één zien. Je zit gewoon te wachten dat ik met mijn fikjes snij. Nee. Kijk, nou, keurig. Okay, keurig. Oké. Okay. Nou, dit... Maar even snel rondkijkend, ik zie hier bijvoorbeeld geen azijn. Want je denkt toch een sla à la Hollande of wat er ook op mag lijken. Ja. Daar zit toch altijd azijn en olie. En... Ja, maar we halen de frisheid uit de sap van de sinaasappel. Vanwege de zomer natuurlijk. Yes. De zomer, dat moet fris zijn. Oké, dus dit fungeert een beetje als azijn. Kijk, die dressing gaan we nu maken. Je kan bijvoorbeeld geen citroen nemen of limoen. Absoluut, heel lekker. Een beetje citroen erin. Maar ik vind het belangrijk dat de smaak van die kip nummer 1 blijft. En dat die salade lekker fris is, dat je wilt blijven eten. Ja. Dus we doen het sap hierin. Ja, het sap. Heel goed, heel kijk. Je kunt volgens mij kook je vaker als ik het zo zie. Ja, dat gaat goed. Nu, dit is clotted cream. Clotted cream. Dat is de Engelse... Dat is hele dikke room. Ja, ik zal even... Inderdaad, ja. Zo. Hoeveel? Ja, dat mag nog wel. Want we maken... Ja, die wil niet van huis. Wij iedere dag, maar dit gaat goed. Nog een flinke lepel. Het is echt clotted. Ja, dat kan lang zitten. Dit is clotted, sorry. Het is... Nou ja, oké, goed. Kijk, dat kan natuurlijk. Ja, maar ja, dat gebeurt. Shallotje. Een shallotje. Fijn gesneden uitje, shallotje. En shallotten hebben een hele intense smaak. Een beetje worcester, maar doe ze mooi. Worcester. Worcester. Worcestershire. Worcestershire. Ja, het Engelse... Zoiets? Ja, zo. Een pepermolen. Pepermolen. Tournee. Ja, lekker zo. Ja, misschien. Ja. Kijk, dit moet glad. Helemaal glad. Ja. Het is goed dat jij dat doet, want ik heb een keer linksom, een keer rechtsom, een keer een esje zo. Ja, daarbij, de kipfilets, worden die nog gesneden? Ja, natuurlijk. Oké. Natuurlijk. Sla. Vooral in warme landen. Lekker een uurtje op ijskoud water met wat klontjes erbij. Dan wordt de sla keihard en stevig. En dat eet lekkerder. Dus dat doen we altijd. Kijk, het lijkt niks, hè, zo'n sla maken, maar het is toch nog wel intensief. Heb je verteld. Maar dit is een beetje een soort maaltijdsalade, zoals het tegenwoordig heet. Is dat een... Wel fris, hè? Ondanks dat er geen zuur in, hè? Heel bijzonder weer. Toch weer heel bijzonder. Een klein beetje zout. Want die sinaasappelsmaak is heerlijk. Die doet goed, hè? En vandaar die dikke crème. Dus die crème, die kan die sinaasappelsap aan. Als je nou hele dunne crème hebt, ja, dan wat citroensap. Want anders heeft hij het zuur niet. Ja. Dat is de truc. Ja. Voilà. Dat is leuk. Kun je dat nog één keer doen met dit voor die camera, met die... En dan wat citroensap. Juist. Nu... Nu komt het... We zijn klaar. Tomaten. Hier hebben we tomaten. Tomaten. Nou... Kleine mes. Ja. Halveren. In de lengte. Oeh. Bon. Ja. Streng, hè? Ja. Maar dat vind ik leuk. Dat hoort namelijk ook zo. Ja. En dan doorhalen. En dat is dus... Doorhalen. Dat hele doorsnijden. En dan het zaad eruit. Ja. Okay. En er staat er bijna in ieder recept, doe de tomaten plisseren, dat het velletje eraf gaat. Maar dat doen wij niet. Dat doen wij niet. Oh, niet? Nee, want ik vind dat mag gewoon lekkere tomaat. Als ik in de tuin loop bij tante Anna, de boerderij, en de tomaten hangen, dan eet ik hem ook zo. Dat vind ik het lekkerste. Ja. Dus het hoeft niet altijd zo luxe gepeld te zijn. Oké, nou, en dan?
En dan doen we voor de garnering en voor de smaak. Appels gezien? Het oog moet ook wat, dus dan doen we hier nog een snipje in. Niet te ver. Zo ja, bon, perfect. Dit. Ja, helemaal doorsnijden. Oh, snipje. Ja, want dan kan ik even laten zien. Ah, ja, dat is leuk. Dat is natuurlijk een garnituur, hè? Dat is garnituur. Voilà. Nou, een appeltje. Jongens. Weet je wat dit kost als je les moet krijgen in koken? Wat dat kost? Dat is ongelooflijk, hoor. Ja, appeltje. Een paar lessen en we kunnen zo naar Canada. Ja. Nou, en nou schillen? Ja, niet hiermee. Jawel. Nee, joh. Zal ik even doen? Kom. Nou, laat ik het. Oeh. Ik heb je rug. Ja, oh, jij doet het natuurlijk zo en dan in één keer. Ja, ik draai gewoon door. En ik draai het mes en mijn hand. Hoe vind je hem? Ja, goed. Hoe vind je hem? Goed. Hoe vind je hem? Top. Ja. Kijk, en nu is wel fijn. Ik zal een beetje dit ruimte maken. Dit is de wijn erbij, hè? Ja, ik vind dit gerecht, alleen het plezier met de voorbereiding is al leuk. En dat vraagt dan om een glaasje vrolijkheid, hè? Zo. Dat rosé weer helemaal is ingekomen, hè? Ja, en zelfs rosé in Nederland, geserveerd midden in de winter, is voor het mode. Een goede Bordeaux rosé. Een trucje. Is goed. Ja, en dan niet allemaal drinken hier. Ja. Eerst even opletten, hè? Een trucje. Ja. Oh ja. Zo. Ja, leuk. Ja, want, leuk, ja. Wat wij doen is allemaal, die partjes zijn moeilijk. Nou niet. Het is gewoon al langs. Niet bang zijn. Doorgaan. Wel, goed zo. En nou doen we Julien. Wat de Franse reepjes. Dus er schuilt toch een hoop gevaar in de keuken. Een ongelukje is zo gebeurd. Het blijft opletten. Ja. Het blijft opletten. Want jij doet dit gewoon achteloos en je kijkt nog naar mij ook. Dat zou ik dus nooit kunnen, denk ik. Omdat ik ook precies het mes tegen mijn handen houd. Moet jij even hier gaan staan? Dan ga ik zo kijken of ik het ook kan. Hè? Dus ja, dan... Zo ja. Ja? Bon. Het mes mag niet boven de vingers uitkomen. En dan, dansen. Het mes moet dansen. Dansen, beweging, dit naar voren en naar achteren. Je weet niet hoe eng dit is, want je denkt echt, ik snij al mijn vingers eraf hier. Nou, kijk, en dan zo, achterloos. Hey. Nou, geweldig. Dat is ook. Nou, nu het moment suprême. We gaan wel een beetje ruimen, hè. Want, ruimen? Ja, want dan kan ik natuurlijk niet zo'n troep hier maken. Zo, dan doen we even... Even dit erop, even zo. Zo, want we hebben nog de kip te snijden. Ja, goed zo. Oké. Godverdikkend. Nu sinaasappel. De dressing hier, de sinaasappel hier, de tomaatjes hier. Ja, kip snijden. De appel, de kip. Het mag met de hand, hè, zijn gewassen. Kijk, dat vind ik mooi. Jullie halen toch ook alles met de hand dan, hè? Ja. Mag dat nou officieel niet, of wel? Nou, ze doen tegenwoordig allemaal handschoentjes aan, hè. Ja. Maar ik kan er niet mee werken. Nee. Maar dat wij wassen in een minuut wel 20 keer onze handen. Ja. En een handschoentje, dat blijf je dus maar aanhouden. Jullie hebben hele droge handen waarschijnlijk. Zo. Dat gebeurt niet vaak, hè? Nee. Dat man even je handen... Nee, ik merk het. Ik ben helemaal schrik ervan. Ja, moet je niet voor schrikken, jongen. Hè? Mag ik even snijden? Ik sta weer met die muts voor me. Het is niet te geloven. Weer de hele tijd die muts. Zo, voilà. Nou. Nu komt het moment. Ja, de salade. Ja, waarom doen wij nou niet alles in een bak kiepen en mengen? We willen een beetje lamour in de presentatie. Ja. En wat is nou het lekkerste van de sla? Dat is het binnenste. Kijk, deze die hou je voor straks. Voor die grote krop. Ja. Hier. Nou, nu hè. Nu komt het, hè. Nu komt het mooi. En als je dat van tevoren loshaalt, dan kun je dat nooit meer pakken. Of zoals je het nou wilt doen. Want hier, de water eruit. Ja. Een beetje zwemles van die badmeester weg. Ja. Hier, een dressen. Dressen. Lamour, dressen. Zo. Ja, en dat moet leven, hè. Haal je nou die harde stukken eruit? Ja, heel klein stukje. Okay. Dit is zo jong, zo mals. Ja, dit is mooi. En van de rand. Dat is genoeg. Dank je wel.
Oh. Zo, nou de volgende. De volgende sla. Is want, genoeg alweer. Ja, want kijk. Nou, het de is, volgende. Zo, ja, kijk, hier, en dan gaan dat we is de truc. Binnen? Weer het luxe pakken, het luxe van, want we maken nu een sla op hoog niveau. Dus perfect. Dat dit is dus Romeinse sla. Juist. Roman lettuce. En die andere is een beetje zachte sla. Hier is wel een klein stukje van dit eraf. Dit is iets te veel. Oh ja, ja, ja. Dit is iets te veel. En dan ook weer denken in het plaatje. Denken. Zo. Na het midden werken van de kant af. Perfect. Heel goed. En van de rand. Ja. Daar valt niet mee. Dan krijgen we dus de rauwe lof. Ja. Daar doen we ook even de buitenkant van af. Heel goed. De dikkere. Kun je er nog wat mee met die buitenkantstukken? Ja, dan maak je nou net dat saladetje. En daar maken we dus ook een... Ook na de rand, zo. Naar het midden werken. In een ster. Onderuit, zo. Dat haart een beetje weg. In de ster werken, hè? Prachtig. Prachtig. Zie je? Mooi, hè? Dat is hem. Kijk. Dat is hem. Dat is hem. Dat is de basis. Het gaat om smaak en omdat we alles normaal in een kom doen, komen we nooit toe aan de totale smaak. Dus we gaan nu de smaak ook opbouwen. Dan komt de dressing speelso eroverheen. Ja. Even roeren altijd. Heel goed. Vanuit het midden denken en dan draaien. Iets sneller, iets vlugger doorgieten. Doorgieten, zo rondje lopen. Oh, rondje. Wacht even. Ja. Ja, draaien. Draaien, ja. Hallo. Kijk, dat is genoeg. Is ja, genoeg. Dan loopt hij mooi. Ja. Okay. Perfect. Nou, een beetje pepermolen erop. Pepermolen erop. Ja, en nu komt de appel. Even. De appel, een beetje strooien. Appel zo. Nog niet eten. Nee. Nou, maar altijd even proeven. Je moet aan. Ja, appels strooien. Ja, kijk, dat is het, hè. Heel mooi. En dan? De kip. De kip, die leggen we... Ja, maar, ja, dan mag creatief worden, hè. Mag creatief. Een beetje leven zo. Beetje ja, leven, goed zo. Zo, mooi. Nou, niet te dikke stuk. Nou, dat is ook lekkerder als je zo een beetje dun snijdt, hè. Ja. Fantastisch. Nou, okay. De sinaasappel. Ja? En dan moet ook een beetje. Gewoon spelen, erbij? Een beetje spelen erbij. Ja, kijk, zie je dat het omhoog komt. Ja. Ja. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, oké. Okay. En de tomaat? Nu, de tomaat. Ik zou er drie doen. Ja, en dan op zijn kop of zo? Nou, ik vind het mooi, omdat we toch van een middenpunt uitwerken. Want dan zeggen we maken er eentje zo voor de kleur, eentje zo en één zo. Ja. Maar niet die rand, hè? Want dan heb je meteen een ster minder, hè? Absoluut. Op die rand. Op de rand is altijd zwakte in opmaak. En nu nog een beetje... Een beetje saus. Een beetje saus, zo. De speel zo. Een beetje dressing. Maar is voorzichtig, hè? Want anders bederf je het. Ja, niet te veel op die tomaat. Want nee, anders dat heb ik nou al gedaan, hè? Komt hij weer aan. Ja, en nog een beetje. En dan krijg je nog als laatste. Ja, tuurlijk, zomer, postelijn hadden wij het liefste gehad. Dat weet niemand meer, postelijn. Ja, jawel. De oudjes onder ons, die weten het nog. Postelijn. Maar, ja, dat zou natuurlijk top zijn. Maar dit geeft natuurlijk even de... Oh ja, en dan wou ik nog iets kwijt. Voor postelijn moet je echt in Nederland zijn, neem ik aan. Want wat postelijn... Nou, maar ja, je kan er natuurlijk ook wat anders op gooien. Ik wou nog iets kwijt. Dat, ja? Zeg het maar. Hoewel wij gewerkt hebben volgens de ton sur ton. Oké, Want als ik hier een hele donkere sla had, Lolle Rosso, of net zoals Rode Kool, dan is die hele zomerse effect weg. Ja. Dus het is heel belangrijk, de keuze. Ik heb een doek... Voor het afwerken. Ja. Nou ja, ik zou zeggen... Compliment. Merci. Maar merci. Ik ontdek nieuwe talenten.
Hier zijn we dan uiteindelijk in het restaurant met het grote zaterdagavond diner buffet. Desserts. And you are from? France. France. Ah, très bien. Du sud-ouest. Ah, du oui. Sud-ouest de la France, du pays du foie gras, oui. Canard, enfin, des bons produits, de la truffe. Hein. Mais depuis 4 ans en Suisse. Ça, c'est de la soupe de courge. Mm-hmm. Soupe de courge aussi, qu'on va faire en sauce. This is the chevreuil. Mm. Mm. No, no, no pork. Chevreuil. Nou, het is hier ongelooflijk, zeg. Wat een keuken. Het lijkt hier wel een palace itself. Goedenavond, good evening, bonsoir. Buonasera. And you are from? Switzerland. Switzerland, so we can Switzer, Deutsch sprechen. Yes, I speak Swiss, Swiss Deutsch. German, yeah. Yeah, Swiss German. Yeah. Oh, that is nice. Thank you. Lobster and salmon and some... That's yeah? Hummer. Hummer, yeah. Hummer, salmon, yeah. Salad, yeah. Avocado. It's nice. Thank you. Different plates. There you on the turtle. Yeah. So, and then here we have the fork and knife, and yeah. Then we have to keep this over there. So, and then come the new basket here. So it's always clean here. And this is very easy because before we had two people who had the selection here to clean the plate for the pig and for the dustbin, and then they put it over here. Now everything does the waiters, the young waiters does the cleaning the plates, the basket, and they put over here, and the people are only on the other side. Now this is a very good idea, very nice. But you see this in other big hotels? And no, not this way, I haven't seen anywhere, no. Not, this is more, we can see this in a large store.